De gemeente is van plan om in de Haagse Beemden een tweede Valkenberg te creëren. Het plan is opgezet door de bewoners van de Haagse Beemden zelf en voorgelegd aan GroenLinks, die het plan vervolgens meenam naar de gemeenteraad. En dat plan is inmiddels aangenomen. Ze hebben, het netwerk Haagse Beemden heeft daar echt een heel mooi plan voor. Dat hebben ze bij ons gepresenteerd. Maar dat wordt dus inderdaad een soort Valkenberg-idee waar plek is waar je evenementen kunt doen. Maar ook kunt leggen, kunt bij elkaar kunt komen voor een buurtpicknick of dat soort dingen. Waar kinderen goed kunnen spelen tegenover de kinderboerderij. Maar ook daar die school die hierachter staat. Dat het echt wat moois wordt waar mensen uit Haagse Beemden graag hier naartoe willen komen. Als het lekker weer is. Zoals de plannen eruit zien is het echt wel een mooi park wat voor iedereen toegankelijk is. Haagse Beemden is natuurlijk wel een beetje ver weg, dus ik denk dat de meeste mensen uit Haagse Beemden komen. Maar als je inderdaad met de trein niet staat te wachten, dan is het station Prins Beek ook niet heel ver weg. Dus dan kun je ook altijd even langskomen. De bewoners van de Haagse Beemden zien een tweede Valkenbergpark bij hun in de buurt wel zitten. Maar ik vind het prima, ik vind het wel leuk. Het is vlakbij mijn huis, dus prima. Nou, ik denk dat het wel goed is, want er worden, of althans, ik hoop dat er dan ook naar de honden wordt gekeken. Want die laten nog wel eens uitwerpsels overal liggen. En die groene, of althans die groene veldjes die je allemaal ziet, ja, de mensen kijken niet zo nauw. En ik hoop dat dat dan bij het park wel wordt gedaan. En wat vind je ervan dat het €300.000 gaat kosten? Ik moet je zeggen, ik heb er helemaal geen verstand van, maar het valt me eigenlijk wel mee. Ik vind het prima. Het mag wel iets positiefs zijn met deze... In deze moeilijke tijden van corona in zo'n park zie ik wel zitten. Toch? En dan mag het wel 3 ton kosten. Ik denk dat dit keer wel goed is. Ja, bomen en zo en gras, dat is niet zo goedkoop tegenwoordig. Dus, en de planten. Dus ik hoop, ja, toch wel een goed bedrag. Goed besteed geld wat GroenLinks betreft. We zitten nu weer in een lockdown, halve lockdown. Dus buiten ontmoeten mag altijd nog. En dat wordt altijd gewoon veel beter om elkaar buiten te leren zien. En daarvan hebben we gezegd in Breda, dat willen we stimuleren. En dat past hier, dit plan past er perfect in. En zoals je ziet achter ons, het heeft nog wel wat opknapwerk te doen. Dus ik denk dat dat absoluut geen onzinnig geld is. Juist omdat het niet alleen ontmoeten is, maar ook groen. Er wordt nieuwe bomen aangelegd, het wordt een mooi park. De bedoeling is dat de gemeente het samen met het netwerk Haagse Beemden echt gaat opleveren. Er zijn nu plannen, maar ja, dat kost natuurlijk even veel tijd om dat om te zetten in... En wat dat betreft weet ik niet, want we gaan het ook echt samen met de mensen die het plan hebben gemaakt, gaan we het als gemeente doen. Dus ik heb geen idee.